Het derde en laatste Brabants Dagblad College is gegeven door Gabriël van den Brink, emeritus hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde Tilburg University. Het hoofdthema van de college reeks is jong en zoveel verleidingen. Gabriël van den Brink sprak over het jeugdig idealisme en de moderne maatschappij. Nou, de kern van het betoog is eigenlijk samengevat in de titel: het gaat beter dan u denkt. Het is natuurlijk zo dat veel ouders zich zorgen maken over de jeugd, van alle tijden, maar ook nu dus. Dus mensen maken zich zorgen. Ik heb als ouder zelf ook al zorgen gehad. Maar ik heb er nou, als je onderzoek doet, kijk je ook vooral naar de realiteit. En de grote conclusie is: het gaat eigenlijk beter dan we denken. En dat heeft in drie stappen. Dat zal ook de opbouw zijn van mijn lezing. De eerste stap is eigenlijk, nou, het gaat met de hele samenleving beter dan we denken. In die zin dat er toch in een land als Nederland heel veel mensen behoorlijk waarden en idealen hoog houden. Daarna leven en absoluut niet alleen maar voor zichzelf leven, voor hun eigen belang najagen. Dus in dat opzicht gaat het beter dan we vaak denken. Nou, vervolgens krijg je dan de vraag, hoe ziet dat er voor de jeugd uit? Ik moet er even bij zeggen, er is ook wel een zekere verandering in die waarden. In die zin dat vitale waarden, die worden belangrijker. Dat is van belang voor de jeugd. Want als je kijkt naar de jeugd, dan zijn ze natuurlijk erg geïnteresseerd in vitale waarden. En dat kun je ook wel laten zien aan de hand van cijfers. En is dat nou goed of is er reden voor zorg? Wil ik langs twee kanten belichten. Eerst eventjes van het gaat ook wel eens fout. En vervolgens het gaat ook wel eens goed. Het gaat vaker goed. Het gaat ook wel eens fout ligt natuurlijk aan de hand van wat er in Haren is gebeurd in 2012. Die Facebook-rellen die geweldig uit de hand liepen. Daar hebben we onderzoek naar gedaan, onder leiding van Cohen. En daar zijn wel interessante dingen uit te halen van, nou, waarom ging dat nou fout? En dan ook, wat is de rol van ouders daarbij geweest? En wat is de rol van sociale media daarbij geweest? En wat is de rol van de autoriteiten daarbij geweest? Dus je kunt best wel begrijpen op een gegeven moment waarom iets niet goed gaat in die vitaliteit van de jeugd. Maar tegelijkertijd, dat is dan het laatste en derde deel ook van mijn betoog, je kunt ook heel goed aangeven waarom het wel goed gaat. En vaker goed gaat eigenlijk naar mijn smaak. En dan zie je, dat is interessant ook misschien voor het publiek, er is toch wel een toenemende belangstelling voor, onder jongeren voor spiritualiteit, voor spirituele waarden. En dat is niet in conflict met hun vitale houding in het leven. Sterker nog, er zijn bepaalde gebeurtenissen zoals dancefestivals en ook wel in het uitgaansleven. Ik zal er een voorbeeld van geven, een sensation, waarin eigenlijk die spiritualiteit en die vitaliteit bij elkaar komen. Alleen, dat geeft geweldig veel energie en dan is opnieuw de vraag, wat is de rol van ouders daarbij? Moet die dan aan de kant of moet die dat beteugelen? Daar zal ik een paar dingen over zeggen. Eigenlijk geldt voor ouders ook, uw rol is belangrijker dan u denkt.